Opnieuw een fikse rel tussen Duitsland en Turkije. Duitsland heeft twee optredens van Turkse ministers in Duitsland verboden. De ministers zouden in Keulen en Gaggenau Turken willen oproepen om voor meer macht voor president Erdogan te stemmen in een aankomend referendum. Het stadhuis van Gaggenau vanmiddag. Het is ontruimd na een bommelding. De politie vermoedt een wraakactie vanuit de Turkse gemeenschap. Want in Gaggenau is de Turkse minister van Justitie niet welkom om stemmen te winnen. Turkije is daar woedend over en heeft de ambassadeur van Duitsland op het matje geroepen. En die krijgt een duidelijke boodschap mee. Bizimle ilişkilerinizi sürdürmek istiyorsanız, tekrar ediyorum, bize nasıl davranacağınızı öğrenmek zorundasınız. Maar Duitsland houdt gewoon voet bij stuk. Daar vinden ze het maar niks dat er op Duits grondgebied campagne wordt gevoerd voor Erdogan. Het verbod zet de relatie met Turkije verder op scherp. En het referendum in Turkije over meer macht voor president Erdogan is volgende maand. En het belooft spannend te worden. De uitslag staat nog zeker niet vast. Correspondent Olaf Koens. Met het referendum hier in Turkije wil president Erdogan nog meer macht naar zich toe trekken. Maar het referendum is geen gelopen race. Hij zal alle stemmers nodig hebben, ook in het buitenland. In Nederland wonen 400.000 Turken. Die hebben niet allemaal stemrecht, maar Turkse minderheden in Europa, in Duitsland, in Frankrijk, in Groot-Brittannië, tellen ze allemaal bij elkaar op en het zijn miljoenen stemmen. Die heeft Erdogan hard nodig.